Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb vanochtend Jordi naar school gebracht. Hij had buikpijn. En ik heb hem nog heel eventjes een beetje geholpen, et cetera. En ik heb hem op school afgezet met de mededeling. Als het niet gaat, alsjeblieft bellen, want dan haal ik hem gewoon naar huis. Beter eerder naar huis gaan als te veel buikpijn hebben. En met eerder naar huis gaan bedoel ik dan dat ik hem thuis kan helpen. Dat weten ze op school. Ik moet met een uurtje moet ik het Radboud gaan bellen. Hoe laat Jordi aan de beurt is morgen. Dus dat moet ik dadelijk ook nog doen. De twee andere kindjes liggen hier te relaxen op de bank. Of ja, nee. Eén ligt te relaxen. De andere is aan het spelen. Lekker laten doen. Ik ga zo dadelijk even was aanzetten. Et cetera. Gewoon de maandag dingetjes. En dan, ja... Dat. Vandaag komt ook de schilder weer terug als het goed is. En de persoonlijk begeleider voor Jordi. Die komt vandaag ook. Dan gaat ze Jordi leren kennen, et cetera. Kon knuffelen, koelen, dat soort dingen allemaal. Gewoon het leren kennen van Jordi. Dus dat is wat we doen. En ja, verder zien we het wel. Ik ben wel echt blij met mijn pony die wat korter is. Ik kan het weer een beetje opfluffen, zeg maar dat. Wel weer even wennen, dat wel. Maar dat is niet erg, want ik vind het fijn. Want als ik eerder door mijn haren heen ging, zeg maar, dan had ik nog een stukje verder, zeg maar. En ja, dat is altijd gewoon wennen. Maar ja, het is of helemaal afknippen, dat het weer kort is, of zo. Ja... besloten om het zo te doen. Kapsel wou mijn haar niet afknippen. Nou, als ik het echt wil, doet ze het wel hoor. Maar, hè. Ja. Dat is eigenlijk een beetje wat het is. Dit wordt ook een weekvlog. Dus, ja. Het wordt een drukke week. Maar ja, wat anders hier met druk. Dus je meestal druk tegenwoordig. En het gaat nog drukker worden. Maar daar gaan jullie nog van horen. Ben je blij, Elia? Hij is nu blij, Elia. Omdat ik lekker met hem aan het kroelen ben. Ons huis. Dat is ons huis, hè? Hij heeft een tikkie nu. En dat tikkie is dat hij continu roept... ons huis. En dat klopt, het is ons huis. En ook Liam's huis en Sam's huis en Jordi zijn huis en papa's huis en mama's huis en Joefie's huis. Om huis. Joefie's huis ook, hè? Om huis. Ja, Joefie's huis. Om huis. Ja, om huis. Dus, ik heb hem nu rustig. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat hij vandaag niet naar school ging. Dat is vanochtend ben ik daar al mee begonnen. Toen heb ik uitgelegd, we gaan dadelijk Jordi naar school brengen. Liam blijft bij mama met Sam. Dan komen we thuis door, broodje eten, dat soort dingen allemaal. Dus dat was op een gegeven moment was dat oké. Toen we in de auto kwamen en waren, was hij boos. Omdat hij dus door had dat hij niet naar school ging. Toen kwamen we binnen. Toen was hij weer even verdrietig. En nou is hij happy camper. Dus daar ben ik blij mee. Kom je weer bij mama liggen? Oké. Nu sta je in. Oh echt? Wie is dit? Krokodil. Hap, hap, hap. En wie is dit? Krokodil. Maar wie is dit? Boomba, mama. Is dat Boomba, jouw grote vriend? Mama, mama. Mama is er ook. Mama, 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 mama. 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 Ja, 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 ja,
voor de mensen die niet weten hoe het werkt voor een kind en operaties in het Radboud. Even een korte uitleg. Hij wordt ingepland. Dan krijg je een berichtje over. Dan krijg je ook een berichtje dat, dat je de dag voor de operatie tussen 10:30 en 11:30 moet bellen naar een nummer. Nou, dan bel je de dag ervoor dat nummer op tussen die tijd. En dan hoor je hoe laat je in het ziekenhuis moet zijn. In dit geval moet Jordi om 8:00 in het ziekenhuis zijn. Om 9:15 is hij aan de beurt. Dus in dit geval is het voor Jordi heel gunstig. Je hebt daar niks over te zeggen over de tijd of wat dan ook. Dat wordt gewoon ingepland. Ik vraag dan altijd nog van, is er bekend wat voor een bed er bij Jordi komt te staan? En dan is het even stil en dan is dan, hoezo? Dan leg ik uit, Jordi is 6 jaar, klopt, zie je daar staan. Maar hij is geestelijk geen 6. Hij is geestelijk 1. Als er een gewoon bed staat, is geen enkel probleem. Ik heb een cloudkuddel, die kan ik meenemen. Die kan mijn man opzetten, is zo gebeurd. Maar als er een ander bed beschikbaar is, is het natuurlijk altijd fijner. Maar als het niet zo is, is het geen probleem. Maar ik wil het wel even van tevoren weten, voordat ik wel of geen cloudkuddel mee ga nemen. En dan gaan ze altijd even bellen. En soms is hij niet beschikbaar. Dan zeggen ze, nee, er staat een gewoon bed. Er is geen ander bed beschikbaar. Soms zeggen ze wel eens, hij is er wel. Ze hebben 4 bedden, grote ledikantbedden, zo noem ik ze even. Net als waar Jordi in slaapt. Die hebben ze altijd op de kinderafdeling. En ze gingen regelen dat er één bed zou staan. De reden dat ik dit gewoon doe is, zodat er op de dag dat Niels daar komt niet een probleem is. Dat is ten eerste. Ten tweede, dan weet ik wat ik vanavond klaar moet gaan zetten. En ten derde, ik ben meestal degene die al dat soort dingen regelt. Dat doet Niels niet. Dat ben ik. Ik denk daaraan. Ik heb deze gesprekken. Wat is er? Ik voer deze gesprekken altijd. Dus ja. Het is in ieder geval geregeld. Maar zo gaat het een beetje in zijn werk. Met Jordi. Nou, ga ik met jou even aan de slag. Ik weet niet wat er met hem is. Dus dan ga ik even uitzoeken. Inmiddels ben ik erachter. Ik had banaan gegeven. Hij had aangegeven dat hij dat wou. Wou hij niet. Hij heeft het aan Sam gegeven. Dus hij kwam even melden dat hij iets anders wou. Dus nu heeft hij meloen. Prima, jongen. Helemaal prima. En dan gaat hij lekker meloen eten en ik ga mijn was aan. Zo, was staat aan. Ondertussen ben ik ook al gebeld door de apotheek. Die alle medicijnen moet verschaffen, et cetera, et cetera. Zodat alles nog steeds op orde is. En ja, alles doorbesproken. Ook dat zijn de dingen die gebeuren als jij een kind hebt die narcose gaat krijgen. Een dagopname, et cetera. Dus ook dat soort gesprekken voer ik. Het is eigenlijk altijd wel hetzelfde hoor. Dus nou heeft hij het enige wat er nu bij is gekomen zijn de schildkliermedicatie. En dat stond bij hun al geregistreerd. Want dat had ik al doorgegeven dat de apotheek dat moest zeg maar openzetten. Dus ja, alles is in kannen en kruiken momenteel. Maar dit zijn wel gesprekken die je altijd voert. Ben je klaar? Ben je handjes wassen? Ik geef het je handjes wassen met Sam. Maar dit zijn wel de dingen die altijd dan tussendoor komen. Ik heb eten gekookt. Ik heb de vlog nog niet online gezet. Nope. Er is een reden voor. Vandaag kwam de schilder nog het een en ander doen. En vandaag kwam de pb'er voor Jordi. Daar is al mijn tijd even heen gegaan om, zeg maar, ja, zij moet Jordi leren kennen. De dingen leren zoals Jordi het fijn vindt, et cetera. Dus daar ben ik mee bezig geweest. Dus ik heb nog niet geüpload. Hij komt eraan. Mm-hmm. Dus ik heb daar ook nog een verjaardag. Dus ik red het gewoon even niet. Maar dat komt goed. Hij komt sowieso online vanavond. Een hele goede morgen. Iedereen is hier al wakker. Niels is met
Jordi weg. Jordi die moet vandaag naar het ziekenhuis voor botox-injecties. En daar is Niels al mee weg. Dus ik heb alle spullen, zeg maar, ingelaaien. En Jordi nog drinken gegeven, et cetera. Dus ja, zijn we onderweg. Is toch altijd wel een dingetje voor mij, vind ik. Maar dat komt wel goed. Jordi is van de OK af. Hij is nu aan het uitslapen, zeg maar. Niels is nu bij hem. En ik heb hier de kinderen, zeg maar... Ze zijn niet van streek, maar ze zijn een beetje over de zeik. Omdat papa met Jordi is vertrokken. En meestal betekent dat dat Jordi iets moet gaan doen, zeg maar. En dat weten ze. Wat weten ze niet, maar... Er komt een leeftijd dat ze dit gaan snappen. We leggen ze wel uit dat Jordi naar de dokter moet, enzovoort. En dat hij dat moet, zeg maar. Dat papa dat moet doen met Jordi. En dat snappen ze ook. Of in ieder geval, Liam snapt dat. Want Liam die moet ook wel eens naar de dokter. En daar gaat hij ook met papa. En dat snapt hij dus, omdat hij dat recent nog heeft gedaan. Dus hij snapt dat. Maar toch, ze zijn beschermend tegenover Jordi wat dat betreft. Dus, en het gaat niet zeg maar zoals ze gewend zijn. Maar ja, er heerst dan een bepaalde spanning bij Liam. Dus... er komt een moment dat ik het hem uit kan leggen. Maar op dit moment is het nog niet in die zin zo. Hè? Maar hij weet wel al dat als Jordi thuis komt, dat Jordi moe is. En dat Jordi rustig moet doen. Dus dat weet hij wel. Dus komt goed. Maar dat is nu op dit moment de hoofdmoot hier, zeg maar. Niels is weer thuis. Met onze grote vent. Liam, wil je alsjeblieft niet gooien met spullen? Dat doet ouw als er iemand komt. Hij zit nu lekker even een fles melk te drinken met paracetamol en zijn macrogol. En Niels, alles is goed gegaan? Ja, gewoon volgens het boekje. Mooi. Dus, waarschijnlijk kan hij over een paar dagen weer lekker poepen, jongens. Niels is eventjes frietjes halen, want... Meestal als Jordi zo'n dag heeft als vandaag, dan doen we altijd iets halen of maken wat hij lekker vindt. En dat is bij elk kind trouwens, die geopereerd is hier in huis. Ook voor de oren hebben we dat toen ook gedaan. Maar Jordi vindt frietjes lekker, dus we eten vandaag frietjes. Niels is die lekker even halen, met Liam samen. Sam die is hier bij mij, Sam heeft zijkzin. Mag, moet hij schommel. Ik heb ondertussen was gedaan, ja, van alles en nog wat. Ik ben naar de winkel geweest met Sam, om voor morgen, want morgen gaan Sam en Liam sowieso naar school. En Jordi is dan gewoon lekker een dagje even bij mij thuis, dat hij even kan acclimatiseren. Het gaat allemaal goed met Jordi. Hij voelt zijn eigen heel erg goed, zodat we kunnen merken. Ja, we gaan gewoon zien hoe het loopt. Vaak is hij gewoon extra moe van de narcose. Maar hij heeft nu iets kortere narcose gehad. Dus we gaan het zien. Komt allemaal goed. Een hele goede morgen. Ik heb vanochtend Sam en Liam naar school gebracht. Jordi die is lekker bij, moeders. We hebben ook al gewandeld vanmorgen. Hij is ook al flink wat aan het poeperen. En... ja, dat is alleen maar een goed teken. Hij is hartstikke vrolijk, echt. Het valt me echt reuze mee deze keer. Hij is echt ook maar heel kort onder zeil geweest, dus dat is echt, echt positief. Dat wat je nu hoort, dat is gewoon vrolijkheid van hem, dus dat is alleen maar goed. Hij heeft me ook al een aantal poepluiers bezorgd, dus het is goed bezig. Ja. Dat is eigenlijk wat ik te melden heb. Je hebt nu niet te melden. Ik ga wel van alles doen vandaag. Ik wil even in de tuin aan de slag. Want we hebben van het weekend natuurlijk een feestje. En dan moet ik wel allemaal even een beetje opgeruimd en zeker zijn. Morgen ben ik van plan om Jordi gewoon naar school te doen. Want het gaat gewoon prima. Het gaat gewoon goed. Het kind is hartstikke blij, hartstikke vrolijk. Dus wie ben ik dan om te zeggen, nee, je blijft thuis bij mama. Ja, nee, dat gaan we doen. Nee, school kan me gewoon bellen als het nodig is. En
ja, ik kan dan op dat moment morgen, als iedereen dan naar school is, kan ik even boven poetsen. Dus dan heb ik dat ook alweer geregeld. En dan wil ik vrijdag wil ik even alle boodschappen gaan doen. En alvast alles een beetje klaar gaan maken voor zaterdag. En dan hebben we zaterdag feestje. Dus ja. Zeg het maar. Ik probeer het allemaal een beetje in goede orde te laten verlopen. Dus ja, even mijn schuldkleurmedicijnen pakken. En dan ga ik Jordi daar even een watermeloen geven. Voor extra vocht. Want dat heeft hij nu ook nodig met het weer. En dan daarna even wat drinken voor hem. En dan kan ik weer dingen doen. Hij is aan het bonden met Jordi. Hij heeft nu het idee dat dat werkt voor Jordi. Dus... Nee. Sam zit bij mij. Die zit hier aan te trekken. Nee, niet aan de filmpje trekken. Zet me op. Ja, dat is niet jam. Mia, please. Shanna. Papa. Ik weet niet wat er hier allemaal aan de hand is hoor. Maar we gaan geen ruzie maken. Sam deed toch lief, of Liam deed toch lief voor jou? Dan moet je ook lief zijn voor Liam. Dat is van Liam, niet van Sam. Ja. Ja. Oké. Okay. Oké. Ja. Oh. En ik heb hier ook een gekke hond. Ja, hapen. Stop. Stop. Met z'n joef. Stop. Ben doen. Ben doen. Joefie, ben je aan het dromen, meisje? Ben je lekker in het zonnetje aan het dromen? Oh, meisje toch. Een hele goede morgen. Ik ga zo even plassen en naar de fysio. Ik heb de kinderen al naar school gebracht, ja. En dan ga ik naar de fysio, ga ik heel eventjes naar de winkel. Voor het avondeten. En dan... ga ik boven poetsen. Ja, dat is nodig. Dat is gewoon nodig. Dus, ja. Ik weet niet of ik veel ga vloggen hoor, maar dat is in ieder geval wat mijn planning voor vandaag is. Dus, daar gaan we aan beginnen. Ik ben nog niet klaar, maar ik heb wel een hele hoop gedaan. Ik moet heel eventjes nu de kinderen op gaan halen. Ik heb boven vooral een hele hoop opgeruimd en bedden gewassen en dat soort dingen allemaal. Maar ik moet nu dan de kinderen ophalen en dan komt onze PB er. En dan kijk ik wel heel eventjes hoe ik het allemaal doe. Ik heb alle boodschappen gedaan. Ik had de kinderen vanochtend naar school gebracht en alles. Maar ik kreeg een berichtje onder de boodschappen doen dat Jordi niet lekker was. Dus die zijn we op gaan halen nadat ik boodschappen gedaan had. Een hele goede middag. We hebben vandaag feest. We vieren de verjaardagen van de kinderen. Ik heb... Gisteren heb ik heel veel wafels gebakken. Vandaag komen allemaal vrienden. Morgen komt familie. En we gaan gewoon lekker verjaardag vieren, een feestje vieren. En ja, dat is wat de bedoeling is. Ik heb alles zover buiten klaarstaan. Ik zal het even laten zien. Tada! Niels is de kinderen nu aan het aankleden. Ik heb ook al salades gemaakt enzovoorts enzovoorts. Dus straks lekker broodje hamburger eten van de barbecue. En ja, we gaan gewoon genieten van vandaag. Ik heb mezelf de jurkje aan als die ik van het afgelopen weekend aan had met die trouwerij. Ik denk, oh, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dus ja, en ik draag hier altijd een broek onder. Ik zal het even laten zien. Een broek draag ik hier altijd onder. Dus ja, dit is wat ik aan heb. En mijn haar heb ik zo niet zo moeilijk. Ik doe ook geen make-up op. We zijn lekker met vrienden. En dat zijn juist de mensen die mij accepteren zoals ik ben. Ik had hier ook een paar mee-eters zitten, dus die heb ik ook weggehaald. Maar dat zijn juist de mensen
bij wie ik mezelf kan zijn. En daar hoef ik niet mijn eigen helemaal voor, hè. Op het moment dat we mij dadelijk in deze jurk zien, dan zeggen ze automatisch al, hey, waar zie jij er goed uit? Daar hoef ik geen make-up voor op te doen. Dat is het respect wat we allemaal naar elkaar toe hebben. En welk luchtje heb ik dan op? Nou, ik heb altijd al J-Lo op. Dit luchtje had ik sowieso altijd op na de geboorte van Jordi. Dit was zeg maar mijn herkenningsgeur aan hem. Dus als hij dit luchtje al rook, dan wist je al, oh, dat is mijn moeder. En die draag ik eigenlijk nog steeds heel veel. Ik heb ook wel andere geurtjes. Als ik een keer een avondje wegga, dan doe ik, want dit is een lichter geurtje. Als ik een avondje wegga, doe ik een wat zwaarder geurtje op. Een wat zoeter geurtje of wat dan ook. Maar in principe heb ik eigenlijk altijd al deze op. Dus ja. Maar deze geur herkent Jordi uit duizenden. Als hij deze ruikt, dan weet hij, oh, dit is vertrouwd en het is goed. Dus ja, dat is wat ik op heb. En dan nu ga ik naar beneden toe en laatste puntjes even op de i zetten. En ja, de kinderen hebben allemaal een tenuutje aan. En papa ook. Draai eens om, papa. Haha. Haha, ja. Zo, ik ben nog even naar de winkel geweest. Laatste dingetjes even halen. Over een goede uur komen familie. Dus feestje nummer 2 vandaag. Hè, Niels? Nee. Voor de warme dag. Hebben we aan gedacht, we hebben ijsjes in huis. Kindjes die gaan dadelijk lekker met water spelen enzovoorts. Dus dat is ook geregeld. En ik zie er vandaag uit als een blije struisvogel. Dus ja, blije struisvogels voor de win, zou ik zeggen. Oh ja, en gisteren was hartstikke gezellig. Er waren allemaal mensen van wie we houden. Inge is geweest. Bianca is geweest. Hebben jullie ook wel eens in het verleden in de vlog gezien. Andere vrienden zijn geweest. Er waren een aantal vrienden die niet konden, maar die komen later nog. Maar dat is gewoon tussendoor. Wat zeg je, Niels? Die moesten werken. Ja, die moesten werken onder andere. En dat is niet erg, dat komt allemaal goed. Maar het staat hier nog steeds klaar. Dus we kunnen dadelijk weer verder een feestje gaan vieren. Gezellig. We hebben een hele leuke verjaardag gehad. Alles hebben we alweer schoon en opgeruimd. Het vaatwassertje staat aan. Dus ja, we hebben een leuk weekend gehad. Gezellig weekend. Morgen begint weer een nieuwe week. Dus ik ga douchen en mijn nest opzoeken. Dus daar is mij niks anders dan nog te zeggen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.